hartelijk bedanken dat je bent hier. Wat is jouw naam? Dolf Kruis. Dolf Kruis. Kruis. En je hebt me net verteld dat je was in Indonesië. Ik was in Indonesië toen de oorlog afgelopen was. Ja. De Jap was verslagen. Ja. En toen kwamen de Sikhs en de Gurkha's ons bevrijden. Oh. Die kwamen ons kamp verdedigen. Ja. Want het was buiten het kamp niet veilig in verband met de vrijheidsstrijd van de Indonesiërs. En was het dus voor de Europeanen die in het kamp zaten niet echt veilig. En de Sikhs en de Gurkha's die hebben ons verdedigd. De oorlog was in augustus afgelopen. Ja. In oktober, eind oktober, zijn wij pas uit het kamp gegaan. Want toen kwamen er meer militairen. Ja. Naast de Sikhs kwamen de Engelsen. Ja. En een half jaar later kwamen de Nederlandse militairen. Ja. En ken je ook, like, wat was die naam van die kamp en welke stad? Het laatste kamp waarin ik zat was het Kramatkamp in Batavia, Jakarta. Kramatkamp, ja, Jakarta. Ja. En hoeveel mensen waren daar in dit kamp? Ik denk een anderhalf, misschien wel 2000 mensen. 2000 mensen? Ja, ja. Allemaal Indonesiërs? Nee, allemaal Europeanen. Nederlanders, ja. Engelsen, Fransen, Duitsers, Blanken. Ja. En een paar Indonesiërs. Die tegen de Jap waren in plaats van voor de Jap. Hè? Want er waren ook heel veel Indonesiërs zelf die dus ook tegen de Jap waren. En toen jullie waren vrijgelaten, waar gingen jullie dan? Wij zijn teruggegaan naar Bandung, de stad waar wij woonden voor de oorlog. Ja. En daar hebben wij gewacht op mijn vader, want die kwam uit een ander kamp, en op nog een broer. En toen was het hele gezin weer bij elkaar. En toen is helaas in 1948 is mijn vader omgekomen door een auto-ongeluk. In Indonesië? In Indonesië. En toen heeft mijn moeder besloten om naar Nederland te gaan. En toen zijn wij dus, we zijn pas in 50, hier zijn wij naar Nederland gegaan. Ben je blij dat jullie waren beschermd door die... Heel erg blij. Toen ik jullie zag, toen ging dat weer helemaal open. Dat waren onze bevrijders. Net zoals de Nederlanders dat van de Canadezen zeggen. Hè? De Canadezen hebben hun bevrijd. En bij ons was het zo, de Sikhs en de Gurkha's hebben ons bevrijd. En de Sikhs vonden wij hele enge mensen met grote baarden en met grote tulbanden. Maar ze waren allemaal... Kent u Kantine? Ook zien hier. Ja. Ook die kant kijken. Je hebt verteld dat meer dan 2000 mensen in die kamp zijn vrij gekomen. We zijn trots op van onze ouders dat die mensen kan iets doen voor menselijkheid en beschermen en free life geven, omdat het was ellende daar. Wij waren daar ontzettend blij mee en wij vonden dat verwonderlijk dat mensen die dus geen blanken waren, ons bevrijden. Ja, ja, ja. En eigenlijk voor ons gevochten hadden. Ja, ja, ja. En dat was natuurlijk, dat vond ik plus dat. De Sikhs en de Gurkha's waren hele vriendelijke mensen. Maar goed, je komt tot de ontdekking dat ook militairen, maar ze waren ook in het militair land. Ja, ja, ja. Wij kenden alleen maar de Jap. Ja, ja. En die waren nooit leuk. En dan kwamen de Sikhs. De Sikhs waren heel goed te onderscheiden. Ja. De Gurkha, dat was ook een kleine. Ja, ja, ja. Kleine maar. Ja, precies, klein. Maar die had geen oogjes zoals de Japanners. Maar ze waren wel net zo klein als de Japanners. Ja, ja, ja. Maar, ik
Vroeger was een jochie van 10 jaar. Ja. En ik vond dat natuurlijk prachtig om met de militairen te praten en te helpen. En zij beschermden ons. Ja. Ja, zij beschermden mijn moeder en mijn zus. Ja. Ja. Want dat was natuurlijk het belangrijkste. De vrouwen waren het kwetsbaarste. Dus wat dat betreft, ja, nee, we hebben altijd, altijd nog, zeggen wij van, als die Sikhs en die Gurkhas er niet waren geweest, wat was het dan geworden? Ja. Dat weet je dan. Ja, nou, we zijn blij dat we zitten hier in Amsterdam en je vandaag naar herdenking hier in Amsterdam Ik ga al, ik denk, 25 jaar of misschien nog wel langer naar die herdenking toe. Mijn broer was 10 jaar ouder dan ik. Die was in eerste instantie lid van 4045. Toen ben ik ook lid geworden van 4045. En wij gaan ieder jaar, gaan wij in Amsterdam, de dode herdenking herdenken. Ieder jaar weer hier in Amsterdam. Daar krijg je dus weer uitnodiging voor. En dit jaar werd ik uitgenodigd om een krans te leggen. En dat was natuurlijk een hele grote eer. Dus, ja, heel leuk. Ik vind dit leuk. Dit komt nou weer naar boven. Ja. Nou ga ik jullie ook. Ik vertel namelijk ieder jaar voor de lagere school, kinderen van de groep 8, ja, kinderen van 11 jaar, vertel ik mijn verhaal. Want toen ik dus net zo oud was als jullie, zat ik in het kamp en mocht. Nou ga ik de Sikhs erbij halen, want die heb ik nooit erbij gehaald. He, want ik heb alleen maar gezegd, ja, jap. En toen was de oorlog over. Na de oorlog heb ik eigenlijk weinig verteld van hoe de eerste paar maanden na de oorlog waren. De eerste paar maanden na de oorlog waren natuurlijk ook ontzettend belangrijk. Dat wij bij elkaar konden komen, dat wij weer uit het kamp naar huis konden, dat hadden we aan jullie gedaan. En wie hebben jou hier gebracht? Dat is in 1950 de Nederlandse. Wij kregen er werd ons gezegd, als je nog naar Nederland wil, dan moet je nu gaan, want anders moet je Indonesiër worden. En ja, ik was 14, 15 jaar. En toen zei mijn moeder, in Nederland kun je beter studeren dan hier. Dus wij gaan naar Nederland, want dan ga jij je studie afmaken in Nederland. En zo zijn wij dus in 1950 naar Nederland gegaan. Jullie family woont hier? De familie van mijn vader, die woonde in Nederland. Ja. En na de oorlog is de familie van mijn moeder ook allemaal naar Nederland gekomen. Maar de familie van mijn vader was namelijk Hollander en mijn moeder was Madurese. Ja. Die kwam van het eilandje Madura bij Java, dus Indonesië eigenlijk. Er zijn zoveel eilanden. Ja. En die is dus naar Nederland gekomen. Ja, toen hebben wij. Mijn moeder is ondertussen in 1992 is die overleden. Ja, wij hebben hier gelukkig een fijn leven gehad. Nou, mijn vraag is, veel Nederlandse mensen hier wisten wel wat het heeft in dat verhaal? Die waarheid, dat... Weinig. De Nederlanders weten er weinig van. Wij hebben daar nooit wat van verteld. Mijn broer heeft ook nooit wat gezegd, nooit wat verteld. Hij was ouder dan ik, dus later heb ik met mijn broer gepraat en toen vertelde hij van alles. Dus wat jij hebt meegemaakt, heb ik helemaal niet meegemaakt. Ja? Maar hij was 10 jaar oud. Dus hij is als jongeling, als jongen van 18, 19 jaar, is hij te werk gesteld en heeft de oorlog anders meegemaakt als ik, als jochie van 8. Die hebben extra gemaakt en daar is die verschil. Ja, een hele andere manier waarop wij dus benaderd zijn. Bij mij is meer bijgebleven dat de Jap heel erg vervelend was
als ik als jochie iets lelijks zou doen, zou mijn moeder pak slaag krijgen. Dat was niet anders. En mijn broer heeft meegemaakt dat hij in de kamp zat. Een bommerskamp, een mannenkamp. Ja, die moest alleen maar heel erg hard werken voor heel weinig eten. Dus die heeft gewoon meer lichamelijke narigheid meegemaakt. Als ik ben die tweede generatie van die zeeksoldaten die waren in Indonesië geweest. En vandaag wat ik heb van jou, dat maakt me heel trots op. En dat mijn ouders hebben iets heel goed gedaan. Dat was according to Sikh religie. Beschermen. Die zwakke mensen helpen. En jouw liefde geven voor andere mensen. Voor menselijkheid. Is dat ook geloof? Ja. Dat is zo goed. Hartelijk dank u wel. Heel hartelijk dank. Ja. देह शिवा बर मोहे है शुभ कर मनते कब हूँ न टरो देह शिवा बर मोहे है शुभ कर मनते कब हूँ न टरो सिख हो अपने ही मन को एह लालच हो गुण तो उचरो जब आओ कि औद निधान बने अत हिरण में तब जूझ मरो।